dat de nummer 2 van de wereld bij het kitesurfer, Kevin Langeree uit Noordwijk, ergens anders was om te trainen. En daarom vertrok Langeree in november naar Zuid-Afrika, Kaapstad om precies te zijn. De hele winter genoot de nummer 2 van de wereld van de ideale levensomstandigheden. De warme zon, het kraakheldere water van de Atlantische Oceaan en natuurlijk de wind. Ik heb daar in principe 4 maanden gezeten om eigenlijk te overwinteren. Ik ben daar eigenlijk keihard wezen trainen voor het 2009 kiteboardseizoen. En ik ben daar gewoon geweest om nieuwe tricks te leren, mentaal wat sterker te worden. En ik denk dat het er wel een hele hoop heeft geholpen. In ieder geval, hier zoals je kan zien is het redelijk fris. En hier is het gewoon super lastig om 's winters te trainen. Dus ik heb gelukkig de mogelijkheid om gewoon naar Kaapstad te gaan te overwinteren. Ja, binnenkort begint de competitie. Waar is je eerste wedstrijd? Ja, de eerste wedstrijd begint over een paar weekjes weer. Dat is in Zuid-Frankrijk, in Le Cat, aan de Middellandse Zee. Dat is de eerste wedstrijd van het jaar. Dat is altijd de spannende, want je weet natuurlijk niet wie er keihard heeft getraind of wie er minder goed heeft getraind. Dus je gaat daar zien wie er de echte concurrent wordt voor het jaar. Het afgelopen seizoen leek Langeree lange tijd de beste van de wereld te worden. Maar in de laatste wedstrijd kwam zijn concurrent langs zij. Komend seizoen wilde Noordwijker maar één ding: wereldkampioen worden. Je wilt natuurlijk altijd winnen, anders kan je, vind ik het zo goed niet meedoen. En, als ik het niet zou winnen, ik doe wat ik super leuk vind. Ja, dit is echt een droom die uitgekomen is. En reis de hele wereld rond en doe wat ik leuk vind. En dat is denk ik toch wel het allerbelangrijkste. Ja, dat is toch prettig voorbereiden. Mentaal dan, ergens langs de Afrikaanse kust. Langeree is erachter gekomen dat hij zich vooral relaxed moet focussen op het kitesurfen. En dat deed hij allemaal zonder mental coach. En dan nog tennis. Jesse